Welkom bij Mystic Angel Radar Tarot. Dit is de maandelijkse reading voor de maand februari 2023 voor de Ram. Sorry als je de stofzuiger hoort of de wasmachine hoort. Want alles moet natuurlijk weer doorgaan. Maar ik hoop dat dat niet zoveel effect heeft op de film of de video die ik opneem. Wat ik als eerste wil zeggen is, ik heb de kaart al gelegd, dus ik ga zo gelijk beginnen met de reading. En dit is ook de laatste video voor de maand februari 2023 voor de Ram en ook voor alle sterrenbeelden. Omdat ik met de sterrenbeelden readings ga stoppen, omdat het voor mij wat meer rust geeft. Dus ik moest een keuze maken en ik krijg steeds drukker. Dus vandaar dat ik een keuze moest gaan maken om wat meer rust voor mezelf te gunnen. Dus vandaar. Maar de weekreadings blijft. En daar kunnen drie personen persoonlijke readings winnen via WhatsApp. En dus dat blijft gewoon. En ik blijf op mijn social media, op Facebook en Instagram en natuurlijk op YouTube blijf ik live gaan voor sterrenbeelden boodschappen geven. En jullie kunnen daar kaartjes vragen, persoonlijke kaartjes. En jullie kunnen ook natuurlijk, drie personen kunnen ook persoonlijke reading winnen via de WhatsApp. Dus ik denk dat ik ook één keer in de week live ga. Dus ik zal je ook tijdig even melden welke dag dat zal zijn en hoe laat. Ik denk dat het een donderdag wordt, want daar heb ik het meeste tijd in. En weekenden lukt niet altijd. Dus dan moet het maar even zo. Dan op deze manier, toch? In ieder geval, ik blijf bezig. Het is niet zo dat ik helemaal... de korte video's voor elk sterrenbeeld, dat kost toch veel tijd en energie. En dus vandaar. Maar is goed, ik ga gewoon beginnen met de reading voor jullie, lieve Ram. Even kijken. Ik heb hier de energiekaart. Zonnevlecht. Het is nu de tijd om je eigen kracht te laten zien en op een positieve manier de leiding over je eigen leven op je te nemen. Dus het is tijd om jouw licht te laten schijnen, meer in je kracht te komen. Ja? Dan heb ik de begeleidende boodschapkaart. Je bent een spiritueel leraar, Krokus. Je bent geboren om les te geven. Deel je wijsheid met anderen. Ja, je bent een spiritueel leraar. Dat betekent ook dat jij ook een medium bent. Ook een lichtwerker bent. Een oude ziel bent. Die ook boodschappen aan anderen kan geven. Wil je daarin wat verdiepen? Dan kan dat sowieso... dat je daar nog niet zo ver bent en dat je nog zoekende bent voor hoe of wat, kan ik je zeker helpen met de intuïtieve ontwikkeling. Mocht je dat willen, laat me dat weten via mijn 06-nummer via de WhatsApp. Ja. En dan kan ik je daarbij helpen, maar je wordt sowieso in begeleid. Oké, dan heb ik hier sacraal chakra. Dus je... Creativiteit geeft jou de kracht, dus ga door met jouw creativiteit. Want dat geeft jou stabiliteit en vreugde. Je mag ook op tijd je rust pakken. Vooral na een strijd, na een obstakel, na een... na veel dingen te doen, noem het maar op. Pak op tijd je rust. Vooral omdat jij ook heel gevoelig bent
pik je ook heel veel energie van mensen op. Dus rust is heel erg belangrijk. Je kan ook meer de natuur ingaan, want dat geeft je kracht, geeft je heling en je bent verbonden met de natuur. Als jij niet weet welke kant je op moet, volg dan altijd je intuïtie. Ja? Je intuïtie zal je altijd wel begeleiden welke kant je op moet. Spread your wings. In de nabije toekomst is het tijd om jouw vleugels uit te gaan slaan. Uit te gaan slaan misschien in jouw spiritueel werk. Neem de leiderschapsrol op je, op jouw levenspad. Want dat gaat jou meer in je kracht zetten. Er is wel heel veel liefde voor familie, voor je relaties, voor je omgeving. Echte connecties, echte goede banden. Wat je ervaart in de maand februari. Dus liefde is echt wel aanwezig. Refusing to see. Je wil bepaalde dingen niet inzien. Ja, dat komt ook eigenlijk door je darkest fears. Ja. Waar ben je zo bang voor? Waarom zit je in angst? Kan je niet uit die angsten komen? Dan kan ik je helpen met de intuïtieve ontwikkeling. Mocht je dat willen en je komt niet uit die angsten, ik kan jou daarbij helpen en begeleiden. Ik kan je helpen ook bij jouw spiritueel werk, bij je spiritualiteit, met de intuïtieve ontwikkeling. Ja? Laat dan even weten via mijn 06-nummer via de WhatsApp. Dan maken we zo snel mogelijk een afspraak en dan kunnen we gelijk aan de slag. Alle gegevens staan hier onder deze video, dus mocht je willen weten wat intuïtieve ontwikkeling inhoudt, alles heb ik hier onder deze video beschreven, dus dan kan je rustig op je gemak kijken. Dus dat. Even kijken. Dan hebben we de grote boodschapkaart nummer 19. Maan van de uitlopende bomen, sleutelwoorden, verwachting, voortgang, doelen. Degenen die zijn geboren onder de maan van de uitlopende bomen hebben een ongelooflijk potentieel om uit te blinken in datgene waarvoor ze hebben gekozen. Helaas geven onwerkelijke verwachtingen hen het gevoel dat ze nooit goed genoeg zijn. Maar voor anderen zijn het meesters op hun gebied, vol energie en met veel ambitie. Deze kaart herinnert je eraan om realistische doelen te stellen. Het is ook een tijd van voorbereiding. Net zoals de eekhoorn zich voorbereidt op de winter. Begin te verzamelen wat je nodig hebt om je doel te verwezenlijken. Roep de drijfkracht en ambitie van de maan van de uitlopende bomen aan om je te helpen. Alles wat je tot stand wilt brengen, wordt gevoed door liefde en ondersteuning. Dus laat anderen een deel van je dromen worden. Geef vorm aan de energie om je heen. Geniet van het hele proces van het bereiken van je doel. Te vaak focussen we op het resultaat in plaats van het waarderen van de huidige voortgang. Gebed. Grote Geest, help me om reële verwachtingen te hebben door de tijd te nemen om het proces te waarderen en me met vertrouwen voor te bereiden op mijn toekomst. Even kijken hoor. Kijk, je hebt heel veel in je mars. Je kan heel veel dingen bereiken. Je kan heel veel. Je hebt ook best wel veel meegemaakt. Je bent een oude ziel, lichtwerker, noem het maar op. Verwacht niet te veel van anderen. Verwacht niet te veel van jezelf. Doe de dingen stap voor stap. Leef in het hier en nu. Zodat je ook kan genieten van de kleine dingen in het leven. Ja, wil je doelen behalen? Haal die doelen dan één voor één. Niet alle doelen tegelijkertijd, want dat lukt niet. Dat lukt niemand. Je gaat jezelf alleen maar stressen en je gaat jezelf alleen maar irriteren.
Dus het is heel goed voor jou om naar je intuïtie te luisteren. Heb je daar moeite mee om naar te luisteren? Ja, de intuïtieve ontwikkeling helpt je op alle gebieden. Dat is echt waar. Ik help zoveel mensen en echt de mensen in de intuïtieve ontwikkeling die ik help, die zijn zo aan het groeien, aan het bloeien. Dus ja, waarom zou het jou niet helpen? Dus mocht je dat willen, dan kan dat zeer zeker. En je kan ook tegenwoordig ook in. Heb ik ook een Telegram-groep in de intuïtieve ontwikkeling. Dus dat is ook een groep waar je plaatjes kan zetten, affirmaties in kan zetten. Die mag je zelf erin zetten. En gewoon om de vibraties voor iedereen te verhogen. Dus alle, ja, echt het positieve alleen neerzetten, zodat de vibratie omhoog gaat. En ook daarin zal je ook, even kijken hoor, ik weet niet meer zo uit mijn hoofd van wat er allemaal in zit, maar ik heb het wel opgeschreven bij de intuïtieve coaching had ik dat wel opgeschreven wat de Telegram inhoudt. Dus dan kan je daar ook even kijken, want de intuïtieve ontwikkeling en de intuïtieve coaching, daar zit allebei de Telegram in. En ja, mocht jij toch zoiets hebben, nou, ik wil alleen maar praten, ik wil alleen maar, hè, dat kan ook. Want dan je hebt dan een persoonlijke weekreading, persoonlijke maandreading en je hebt 2 keer een bel-chat consult. De Telegram zit erbij. Wat hebben we nog meer? Kijk maar even wat er bij de intuïtieve coaching bij zit. Dan kan je voor de intuïtieve coaching kiezen. Maar ja, je zal er wel meer baat bij hebben hoe ik hier zo zie. Omdat jij spiritueel ook aan het groeien bent. En ook die angst zit in jou. Je hebt echt een hele angst die echt geheeld moet worden. Dan zou ik echt voor de intuïtieve ontwikkeling gaan. Want dan kan je daarmee mee veel meer bereiken. Ook door de meditaties die ik geef. Dus daarmee zal je meer gaan helen. Dus kijk maar wat voor jou. Wat er bij je past, wat je wil. En als je graag geholpen daarmee wilt worden, dan. Ja, wil ik je graag daarbij helpen. Ik heb zoveel mensen geholpen op heel veel gebieden. En ja, het gaat gewoon hartstikke goed nu met ze. Dus. Mensen die in het begin alleen maar huilen, of mensen die het leven even niet meer zien zitten, die zijn nu echt genieten van het leven. Die zijn nu echt daar waar ze moeten zijn. Dus ja. Nou, ik zal het erover ophouden. Ik kan wel doorgaan. Maar ik vind het gewoon zo mooi dat ik die mensen zo op die manier mag helpen. Ja, dus like, abonneer en laat belletje rinkelen om mijn video's te ontvangen. Laat hieronder de video weten wat je van deze reading vond. En de weekreading voor volgende week staat er al in. Dus die kan je even bekijken. En volgende week hebben we dan weer een weekreading. En dan zie ik je dan. Donderdag, uit mijn hoofd gezegd, 16e. Volgens mij, volgende week donderdag, 16 februari, ben ik live om 1 uur bij de Facebookpagina. Mijn Facebookpagina staat hieronder. Je kan hem vinden onder de naam Mystic Angel Radha Tro. Dus kan je en wil je daar aanwezig zijn, dan ben je van harte welkom. En we nog iets? Nee, hè? Nee. Nee, dan zie ik je volgende week bij de wekenreading. Doei doei!